En het online securitybedrijf Secured by Design heeft vanmiddag voor de eerste keer de Capture the Flag Hacking Competition gehouden. Een platform dat is gecreëerd waarbij hackers de kans krijgen hun kunnen te tonen om virtuele bedrijven te hacken. De competitie wordt jaarlijks in Nederland georganiseerd. We zijn op ontdekkingsreis in Suriname, vandaar ook deze eerste keer de competitie hier, zegt Ricardo Soto. Hij is directeur van Secured by Design. Volgens Krish Dwarkasing, vertegenwoordiger van het bedrijf in Suriname, doen dezelfde problemen zich voor in Suriname als in de rest van de wereld. Dwarkasing vertelt wat het doel is van deze competitie. Het doel vandaag, nogmaals, is kennisdeling. Ons hele motto, je ziet het staan op onze shirts, United by Knowledge, omdat wij geloven dat de beste manier, de meest effectieve manier, de meest efficiënte manier om weerstand te kunnen bieden tegen cybercriminaliteit, tegen de bedreigingen van cybercriminaliteit, is kennis. Jullie kennen het oude gezegde, kennis is macht. Nou, op het gebied van cybersecurity is kennis echt de beste macht en de beste verdediging die je kan hebben. En de reden waarom ik dat zeg is omdat in ons werk zijn we ook veel bezig met onderzoeken. We plegen veel penetratietesten uit. Maar voor degenen die misschien niet precies weten wat dat is, bedrijven huren ons in om voor hun IT-omgeving te gaan testen. En hoe testen wij het? Wij kruipen in de jas van een hacker. Wij gaan zitten op de stoel van een hacker. En wij vallen zo'n bedrijf aan met toestemming en in opdracht van om te kijken van hoe zou een hacker de mogelijkheid kunnen vinden om zo'n bedrijf te kunnen hacken. Secured by Design is al 3 jaar in Suriname. Directeur Soto geeft aan dat zijn bedrijf voor bijkans 25 andere bedrijven hun ICT security in de gaten houdt. Hij zegt dat de competitie in spelvorm is geïntroduceerd, maar dat er een filosofie achter zit. De filosofie is namelijk, wij willen ze inzichten geven. Inzichten eigenlijk in hoe een hacker denkt. Dat hebben we vanmiddag ook uitgelegd. Het is niet de bedoeling van wat je leert, ga dat toepassen thuis. Maar de bedoeling is, ga op een andere manier binnen jouw werk kijken. Op het moment dat je leert denken als een hacker, dan kun je ook gaan wapenen tegen een hacker. Nou, en het begint eigenlijk in een spelvorm. Nou, en daarna kunnen natuurlijk opleidingen, training, workshops gevolgd gaan worden. Maar dit is de vorm van het spel. En er zijn hele leuke prijzen te winnen aan het einde voor de winnaar. Behalve het spelvorm dacht ik in principe om ook een beetje te kijken hoe ver enkele Surinamers zijn op het hackgebied. Dat klopt. Dat is natuurlijk ook een manier om te kijken naar de mensen. Maar we hebben ze inmiddels al aardig leren kennen. Directeur Soto, hij is directeur van Secured by Design. Het cybersecuritybedrijf heeft vanmiddag voor de eerste keer de Capture the Flag Competition georganiseerd in Suriname. De competitie is gehouden in het gebouw van Secured by Design aan de Herenstraat.